Goedemorgen, volgens quarantaine dag 5 zitten we nu in. Ja, het gaat steeds beter bij mij. Dus je hoort nog een beetje aan mijn stem en ik heb nog een beetje schor. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. We moeten nog 2 dagen binnen blijven officieel. En dan gaan we maandag weer aan de slag, hoop ik. Maar goed, we kregen gisteren een vraagje binnen via 112HW. Van, zou jij zullen uitleggen hoe het nou zit met die meldingen die je ziet op de P2000? Want ik snap er helemaal niets van. Nou, we beginnen in het begin, dan zien we altijd staan A1, A2, B2 en B of B1, B2. Nou, ik plaats nooit de melding van B-meldingen, want dat zijn bestelde taxiritten, zeg ik dat altijd maar. Voor mensen die niet met de auto naar het ziekenhuis kunnen, dan kunnen eventueel een ambulance bestellen, een zorgambulance. En dan kunnen ze met de ambulance een B1 of een B2 rit. Kunnen ze naar het ziekenhuis worden gebracht of naar het verpleeghuis. A1 is natuurlijk spoed. Dus dat is natuurlijk als er een ernstig ongeval is gebeurd of in huis een hartinfarct, hartstilstand of wat, maakt niet uit. A1 is altijd spoed en A2 is een gepaste spoed. Maar dan staat er meestal achter A2 DIA. D-I-A. Dat betekent, er is een ongeluk gebeurd, er liggen fietsen op de weg. De ambulance wordt alvast naar de plek van het ongeval gestuurd. En in de tussentijd vraagt de centralist op de meldkamer, vraagt uit van wat er dan precies aan de hand is. En gegevens op te vragen van aan de melder die dat gemeld heeft. Al blijkt dat tijdens de rit dat de persoon zeg maar niet meer beweegt of niet meer aanspreekbaar is, dan wordt hij automatisch omgezet naar spoed, naar A1. Dus dat betekent meestal DIA. Ik heb het even nagevraagd aan een ambulance medewerker. Want ik wist ook niet heel exact precies hoe het zat, maar bij deze moet het zo zijn. Dus stel voor, er is een steekpartij geweest in een woning, dan wordt in principe alvast de ambulance op weg gestuurd naar de plek des onheils. En intussen vraagt de centralist of het plek veilig is voor de ambulance. Is dat niet het geval, dan moet de politie komen en die gaat dan kijken of het plek veilig is, zodat de ambulance medewerkers naar binnen kunnen om het slachtoffer te helpen. En dan hebben we altijd AMBU staan of BRW. Nou, BRW betekent natuurlijk brandweer. AMBU is natuurlijk ambulance, POL is politie en dan staat er meestal ook een adres, een postcode, maar dan staat er ook wel eens een nummer onder bon en dan staat er een heel lang getal achter. Dat zijn een aantal ritten die het ambulance heeft gereden van Rijnmond of van Zuid-Holland-Zuid. Vanaf 1 januari 12 uur beginnen ze meestal met tellen tot en met 31 december einde van het jaar en dan kun je precies zien het exact aantal ritten wat ze hebben gereden tot, het zijn er best wel veel. Als je kijkt waar ze nu al op zitten, dan denk je van nou, ze hebben er best wel een aantal ritten gehad alweer. Dus zodoende, dat is een beetje de uitleg. En, ja, we hebben natuurlijk altijd nog meer meldingen wat je kan zien. ID heb je natuurlijk. Dat betekent natuurlijk reanimatie. Zo proberen we dat een beetje. Maar dit in kort is het genoeg voor Dirk, waar ik het hier aan mij vroeg. Van hoe zit dat nou? Heb je ook een vraag, natuurlijk? Stel hem gerust via mijn Facebookpagina, Gerrit, vlogger Gerrit Puttershoek. Daar kun je vragen stellen. Want we hebben nu sinds kort een Facebookpagina aangemaakt, want ik wil hier toch wel mijn werk van, gewoon voor een hobby om mee door te gaan. En ik heb vandaag ook nog wel dingen besteld, wat ik al beter, want ik zit nu op een tegen een telefoon aan te praten, dat klopt ook wel. Maar dat staat een beetje op een schoenendoosje, heb ik dat neergezet. En ik zit boven op de zolder. Dus ik wil dat een beetje, dat het een beetje beter is, dat ik het gewoon een standaardje heb waar ik mijn telefoon in kan zetten. Want voorlopig blijf ik gewoon met mijn telefoon werken, want dat is gewoon niks mis mee. Maar ja, het geluid zal niet zo wat minder zijn, maar daar wordt aan gewerkt. Ik krijg ook een microfoontje, dat ik dat dan nog beter geluid kan krijgen. Gisteren was dat iets niet helemaal goed gegaan met mijn
vorige vlog, die heb ik opgenomen. Ik heb zo'n programma op mijn computer staan. Daar kan ik video's mee bewerken. Maar het is een. Ik maak altijd een introotje en dan kijk ik of ik nog dingetjes tussenuit kan knippen wat ik van vind. Van nou, dat hoeft er maar niet in. Maar blijkbaar is het met het uploaden van naar het programma is niet helemaal goed gegaan. Want ik hoorde van een volger dat vanaf de 8e minuut dat ik 5, 6 keer, 7 keer in beeld was. Dus ja, ik had me eigenlijk een beetje veel gekloond. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En mijn stem, er was opeens heel veel mensen in de woonkamer. Alles ging door elkaar heen. Dus die heb ik gisteravond verwijderd. Nou, jammer, het is niet anders dan al die duimpjes. Maar ik heb hem opnieuw opgenomen. Als het goed is, moet hij nou goed zijn. Dus zodoende proberen we dat een beetje aan elkaar te plakken. Maar ja, goed, we zijn maar aan het begin en ik moet nog veel leren. Maar we komen er wel. We hebben nu 97 abonnees op ons YouTube-kanaal. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee al. En we gaan zo richting de 100. Dus als je die video bekijkt en je vindt het leuk, abonneren op mijn YouTube kanaal natuurlijk. Dan, hoe meer abonnees, hoe meer bereik ik heb. En op naar de 1000 zou ik zeggen, want dan tel ik natuurlijk ook wel een beetje mee, denk ik. Weet ik niet, maar kijk, als ik er 500 houd, dan is het ook goed hoor. Dan vind ik het ook leuk, maar je doet het toch. 1000 is natuurlijk een mooi getal, ja, en dan mag je natuurlijk wat meer. Dan kun je natuurlijk ook wat reclamegelden gaan innen. Maar goed, dat is later zorg. Het is voorlopig voor de hop. En we vinden het hartstikke leuk. Dus gisteren hebben we natuurlijk die brand gehad. En verder hadden we niet veel. Ja, gisteravond in Sommelsdijk was er nog een stormschade. En volgens de melder was daar een nok van los gegaan van een huis. Een gebouw. Dat kon hij verder ook niet over zeggen. Maar de brandweer had een lint gespannen om die nok weer vast te zetten. En dan vandaag zouden ze dan terugkomen om, om te kijken van hoe of wat. Want ja, er komt natuurlijk nog een storm aan. Hè? Dus we hebben de eerste gehad. En de tweede storm is in aankomst. Die komt morgen. Ja, die schijnt nog een stukje heftiger te zijn. Dus we zullen best wel weer veel stormschademeldingen gaan plaatsen. Op Facebook en op Twitter. En we hebben natuurlijk de WhatsApp groepen van Goeree Overlakke. En we hebben natuurlijk in principe nog een pagina staan van Goeree Overlakke op Facebook. Die hou ik nog even staan. Daar zetten we nog steeds ook sinds kort weer melding op. Er zitten niet zoveel mensen op, maar we hebben hem nog wel. En ik laat hem ook al gewoon staan. Maar die groep, die ben ik helemaal leeg halen. Je hebt één na iemand die heeft een probleem met haar Facebook. En die krijg ik er niet uit. Dus ik moet hem laten staan. Ik heb al gevraagd of ze, iemand er naar wil laten kijken. Ja, en als dat lukt om hem te verwijderen, ja, dan gaat hij weg. Maar de pagina blijft voorlopig nog even staan van 1 en 2 Goeree Overlakke. Die is op Facebook te vinden. Ik maak er geen reclame voor, maar hij is te vinden. Dus zodoende. Dus ja, morgen gaan we natuurlijk klaar zitten voor de meldingen, stormschademeldingen. Kijk, ik mag zelf niet op pad. Vanaf volgende week mag ik weer op pad. Om meldingen te gaan rijden. Nou, rij ik niet alle meldingen meer. Ik rij alleen de meldingen, ja, zoals. Als er een rookmelder afgaat, dan ga ik sowieso al niet meer naartoe. Want ik wacht dat het eerst op de opschaling komt. En dan is het voor mij interessant. Want meestal rond 5:30 gaan de meeste rookmelders af. Want dan zijn de mensen aan het koken, aan het eten en dan wordt die geactiveerd. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan. Het gebeurt, komt wel voor dat, dat de rookmelder afgaat op het koken. Dus, daarom rijd ik niet alles meer af, want benzine is ook best duur. En het is hobby, dus het mag geld kosten. Maar als ik het kan voorkomen, denk ik van dan wacht ik wel bij opschaling. Stel je voor dat het echt wat is. Dan worden we zelf opgeschaald. Dan komt er wat brandweer erbij geroepen. Of ik krijg vanzelf een melding in op een app van iemand van jongens, er is wat aan de hand. Daar gaat even kijken. Ja, zo werkt het ook alweer natuurlijk. Zodoende. Dus ja, ik had vandaag gisteren een leuke vraag. En ik zou zeggen, stuur je vragen gewoon in. En als ik het niet weet, dan vraag ik het altijd na bij de hulpdiensten. En die helpen me graag. Want we gaan ook in de vlogs die komen, gaan we ook al op pad hoor. Om filmpjes te maken op Vlakke en Goeree Overlakke en Hoekswaard. En dat is natuurlijk ook wel de bedoeling ervan. Niet alleen dat ik al tegen de Sarma zit te lullen. Daar word je ook niet echt vrolijk van misschien. Ik
Kijk, we willen wel een beetje reportages gaan maken tijdens de vlog. En dat is voor mij een nieuwe uitdaging, want ik zoek elke nieuwe uitdaging. Kijk, ik ben met TikTok ook bezig, maar dat gebruik ik niet in principe voor 1 en 2. Dat is gewoon een beetje voor de lol en voor de fun. Maar ik wil deze pagina wil ik, of op YouTube kanaal wil ik toch maar wel een beetje professioneel gaan doen, dingen gaan doen. Nou, ja, professioneel, maar kijk eens, we gaan een bezoekje brengen aan een brandkazerne of we hebben nog wat uitnodigingen staan op Goede Vlakkee bij de Racing Brigade en we hebben nog, ja, om daar wat dingen te filmen, dat is wel leuk. En dan gaan we dat verwerken in de vlog en dan komen we zelf op het kanaal te staan. Nou, ik wou zeggen, ik ga er weer een eind aan breien. Ik heb niet te veel te melden, want er is nog niet veel gebeurd. En mocht er weer wat gebeuren, dan vandaag of morgen, dan verwerken we het morgen weer in de nieuwe vlog. En morgen gaan we dat ook doen. Ik ga ook nog een beetje, misschien dat ik ook nog wat van mijn werk ga filmen. Dat is, ik heb daar wel toestemming voor gekregen toen de tijd, maar daar moet ik nog even over babbelen. Misschien wat privé dingetjes tussendoor, wat ik zo doe. Dus in ieder geval hartelijk bedankt voor het kijken. Vind je het leuk? Duimpje omhoog. Wil je mij blijven volgen? Abonneer op mijn kanaal. En dat vind ik alleen maar leuk. Dat zie ik ook als een stukje waardering. En bye bye, zwaai zwaai. En tot de volgende keer.